alle dorpen in boven Suriname zullen van elektriciteit worden voorzien. Dat is een van de grote projecten waar de regering nu aan werkt, zegt vicepresident Ronnie Brunswijk. Er zal binnen dit project gewerkt worden om zonne-energie, om het huidige proces van generatoren en de nodige benzine niet duurzaam is, meent Brunswijk. Soms komt met brandstof, dan is er geen brandstof, dan dit niet. En je kan ook iemand 24 uur draaien als je met de generator draait. Hoor. Ja. Maar wanneer je dan die zonne-energie hebt, dan is het iemand 24 uur en met eventueel een backup. Wanneer bijvoorbeeld die batterij niet, die zon heeft en dat hij niet de hele dag heeft gerekend, dan kan je toch als backup die generatoren gebruiken. De vicepresident laat optekenen dat er nu gewerkt wordt aan de afronding van het elektrificatieproject van Van Pettenpolder in Nikeri. Het start zijn voor dit project wordt eind februari gegeven. 27 zouden we dan die opening hebben van Nikeri, maar dat gaat niet door vanwege andere verplichtingen van de president. En ik denk dat we in de volgende weekend naar daar gaan, en dat is stille zaterdag denk ik, dat we heel rustig dan die stroom in gebruik laten nemen door EBS. Vicepresident Ronnie Brunswijk. Sinds het aantreden van de regering Santokki Brunswijk is er in enkele dorpen elektrificatie aangebracht.